Dit weekend is het nieuwe gemeentehuis van Zulte feestelijk geopend. Zaterdag konden de inwoners er de hele dag een kijkje nemen. Na 2 jaar afwezigheid zijn de gemeentediensten terug in het centrum van Olsene, in een volledig nieuw gebouw. Het is een zeer mooi, nieuw, functioneel gebouw. Het is verdubbeld in bruikbare oppervlakte ten opzichte van ons vorige gemeentehuis. We hebben ook het wijkcommissariaat van onze lokale politiezone geïntegreerd in het gebouw. Dus een goede samenwerking gemeente en politie. En het is ook een energiezuinig gebouw. Het is een BEN-gebouw. Dat betekent bijna energie-neutraal. Het nieuwe gemeentehuis is van de hand van architecten Goedefroo en Goedefroo. Het is een open gebouw geworden waar het licht overal binnenkomt en de interactie met de omgeving opvallend is. De gemeenteraadzaal is daar een mooi voorbeeld van. Alle diensten hebben hier nu hun eigen plek. Bevolking, openbare werken of vrije tijd, de inwoners van Zulte kunnen voor alle info en vragen naar hier komen. Was er nood aan een nieuw gemeentehuis? Ja, alleszins. Dat gemeentehuis was passé. Ik weet niet hoe dat was, maar het was zeker nodig als je dat ziet waar de mensen nu werken. Een grote verbetering. Een heel grote verbetering, alleszins. Het is heel ruim, het is heel overzichtelijk ook. Mooi ingedeeld per categorie, of hoe moet je het ook zeggen. Ja. Het nieuwe gemeentehuis oogt mooi en modern, maar daar hangt natuurlijk een prijskaartje aan vast. Het is een grote investering. Hè. Het gebouw zelf is ongeveer 6,3, 6,4 miljoen euro. Met alles er rond, plein, meubilair en dergelijke meer, zit je toch al aan 7,5 miljoen euro. Dus het is voor onze gemeente een grote investering. Maar dat was wel een noodzaak. Het gebouw dat hier vroeger stond, dateerde van de jaren 50, was een gemeentehuis voor deelgemeente Olsene. Intussen zijn we de fusiegemeente Zulte, die maal 3 of maal 4 in oppervlakte is. Dus het was een noodzakelijke investering, denk ik.